Yo mensen, welkom weer in een nieuwe video. Jullie zien het waarschijnlijk al aan me. Ik zou weer te popelen om een nieuwe video voor jullie op te nemen. Ik ben hier aan het kanaal. Het heeft een aantal weken hard geregend. Dus het stroomt ook heel hard. Het is niet makkelijk om nu te gaan vissen door die stroming. Maar de vissen zijn wel heel actief. Ik ga jullie een aantal hele belangrijke tips geven voor het vissen in die stroming. En ik ga in deze video ook onthullen wat ik bij de 15.000 abonnees zou gaan onthullen. Dus heel mooi nieuws. Daar kom ik later in de video op terug. Bij deze wens ik jullie allemaal heel veel plezier met het kijken van deze video. Goed jongens, tentje staat, stoeltje staat en ik ga nu snel voeren. Ik heb hier wat halve boilies en een paar hele. Nou, hier loopt het stuk kanaal. Het stroomt hier best wel flink. Ik ga eerst even vertellen over de twee hengels die ik hier in het stromende water ga vissen. Nou, de manier hoe ik ga voeren is eigenlijk gewoon heel erg verspreid. Ik zorg dat er maximaal op een halve meter telkens een boilie ligt. Dus als echt een stuk van 200-300 meter, dan ga ik ongeveer twee handjes boilies neergooien. Dat is heel weinig, maar wel heel verspreid. Dat doe ik met een speciale reden. Daar kom ik straks wel even op terug als ik de onderlijn heb klaargemaakt. Eerst ga ik even heel verspreid voeren. En daarna ga ik nog even voeren in die ondiepe kom. Daar kom ik zo op terug. Oké, de derde hengel die ga ik dus vissen in een ondiepe kom. Ik heb daarvoor een voerschep met een hele lange steel. Dan kan ik lekker ver werpen. Het fijne aan zo'n voerschep is ook dat je er een aantal boilies tegelijk in kan doen en toch heel verspreid kan voeren. Nou, ook hier gooi ik ongeveer maximaal 30, 35 boilies op de stek. 5 tegelijk. En hiermee kan je dus echt enorm verspreid voeren. Ik voer ongeveer op 80 meter afstand. Dus dat is ook nog heel erg goed aan te werpen. Nou, op deze manier ligt er ongeveer om de meter, om de anderhalve meter, ligt er één boilie. Waardoor die vis echt moet gaan zoeken. En dat is ook wat je gewoon wil in het voorjaar. Je wil die vis een beetje uit die wintermodus zien te krijgen. Nou, nu is dat hier niet zo heel erg moeilijk, want het stroomt. Dus die vis die moet ook al wel zwemmen. Nou, het fijne is, als je een vis echt aan het zwemmen krijgt, dan is die ook veel makkelijker te vangen. Dan haakt die onderlijn veel beter. Het is nu wel anders qua inhaking, want de vis die aast nu anders, omdat het zo hard stroomt. Daar kom ik dadelijk wel even op terug tijdens het klaarmaken van de onderlijnen. Want daar heb ik ook een mooi plannetje voor bedacht. Hopelijk gaat het ook nog eens lukken. Oké, okay, even kort over de onderlijnen. Ik heb hier drie onderlijnen. De Hinge Stif die ga ik op de ondiepte vissen. Daar is geen stroming en aangezien die onderlijn vrij gevoelig is voor stroming, vis ik hem toch liever op die ondiepte. De andere twee onderlijnen is een single boilie met een smoked fish boilie, de nieuwe boilie, en een snowmannetje van de smoked fish. Daarmee heb ik ook voorgevoerd en jullie zien dat er een heel groot stuk putty aan zit ter contra gewicht. Nou, de reden dat ik dat heb gedaan is omdat de vis aankomt zwemmen, tegen de stroming in meestal. De gedachtegang daarachter is dat hij tijdens het zwemmen ook al een heleboel voedseldeeltjes uit het water kan halen door het water te filtreren via de kieuwen. Dus die zwemt vaak en aast vaak tegen de stroming in, is me ook opgevallen de afgelopen jaren. Door die stroming zal die onderlijn zodra die het water raakt zich ook strekken. En als hij dan via deze kant aankomt zwemmen, dan zou die onderlijn dus eerst helemaal zo moeten gaan. En naar de andere kant voordat hij zichzelf haakt. Die onderlijn is 20 centimeter lang en hij moet dan dus 40 centimeter zwemmen, wil hij zichzelf prikken. Nou, ik heb zo'n zwaar stuk putty eraan gedaan dat dit eigenlijk al het gewicht is waar hij zich op prikt. Die haken zijn vlijmscherp, dus ik heb er zeker weten vertrouwen in dat als hij hem oppakt, dat hij zich hierop al prikt. Die haak komt ook direct in een goede positie zoals jullie zien, door dat contra gewicht. Dus op deze manier hoeft die onderlijn zich niet eerst helemaal te strekken en dan prikt hij zichzelf toch al heel snel. Ja, ik verwacht ook echt knetterharde runs, ook al is de watertemperatuur nog maar 9 graden. Ik ga het gewoon proberen. Ik ga deze alle drie even inleggen en hopen op snel succes.
Zoals altijd liggen alle hemels weer helemaal op scherp. Ik heb er een super gevoel bij. Luchtdruk is mooi laag, ongeveer 1010. Beetje bewolking in de lucht. Het is op zich wel relatief warm. Kan ik gewoon in een trui rondlopen. Het is nu volgens mij 11 graden of 12 graden. Lekker temperatuurtje. Nou, ik ga even in de tent zitten. Even mijn laptop erbij pakken. Ik moet nog wat werk verrichten. En hopelijk tet het zo dadelijk een hengel af. Zou wel fantastisch zijn. En anders gaat het ongetwijfeld wel vanavond of vannacht gebeuren. Ik heb er echt wel een heel goed gevoel bij. Een beetje voorgevoerd, dus gaat wel goed komen. Jongens, ik heb een aantal uurtjes al gevist, nog geen actie gehad. Nou ja, het stroomt behoorlijk hard, dus ik moet echt om de 2 uur ongeveer mijn lijnen verversen. Dat ga ik ook vannacht doen, dus er wordt gewoon om de 2 uur de wekker zetten. Even snel mijn nest uit en de troep van de lijn afhalen. Behoorlijk wat wier, plantenresten en ander drijfafval wat langzamerhand in de lijnen komt drijven. En ja, daardoor lig je gewoon niet meer scherp te vissen. En dan heb je ook niet meer rechtstreeks contact met het lood. Als je daar te lang mee wacht, dan krijg je op een gegeven moment gewoon een volle fluiter. Omdat het lood wordt meegetrokken door de stroming. Want dan zit er veel te veel drijfafval op je lijn. En daardoor is die druk veel te groot. En dan wordt je lood gewoon meegetrokken. En dat willen we natuurlijk niet. Dus dan maar wat minder slaap. En wel gewoon effectief vissen. Dus ik moet er tegenaan vannacht. Ik heb het er voor over. Want ik denk wel dat er nog een visje uit gaat komen. Kan bijna niet anders. Veel vertrouwen. Maar ik zit hier eigenlijk om jullie te gaan vertellen wat ik zou gaan onthullen bij de 15.000 abonnees. Nou, ik heb het jullie beloofd. Ik wil allereerst iedereen bedanken die is geabonneerd en die me de afgelopen jaren heeft gesteund. Want ja, ik heb het zo ongelooflijk erg naar mijn zin op YouTube. Ik maak nog steeds met heel veel plezier deze video's voor jullie. En mede daardoor heb ik dus besloten, en dit is dan eigenlijk ook het grote nieuws, om een eigen website te gaan maken. En die is nu in de maak, hij is nog niet gelanceerd. Maar ik wil jullie gewoon vooral even vertellen dat die website er aankomt. De website gaat gewoon twinkark.nl heten. En wat ik daar precies op ga doen is nog relatief onduidelijk. Maar ik weet al wel dat ik een aantal dingetjes aan jullie wil gaan aanbieden. Dat zou ten eerste eigen merchandise zijn. Nou, ik heb hier heel lang op gewacht. En dat is nu echt volop in de maak. Dus er komen super gave kledingstukken aan. Denk daarbij aan petten, mutsen, shirts, truien, zelfs broeken. Dus dat belooft echt super gaaf te worden. Ik kan niet wachten om het allemaal online te zetten voor jullie. Daarnaast ben ik ook al een half jaar een boek aan het schrijven over het karpenvissen, een e-book. Dit e-book is vooral gebaseerd op de beste tips die ik heb voor jullie. Maar het zijn niet alleen maar tips die ik al op YouTube heb verteld. Dat zou natuurlijk dat zou nergens op slaan. Dus het zijn ook best wel tips die heel erg diep gaan. Dus het is ook voor de beginnende karpenvissen, maar vooral voor de ervaren karpenvissen, kan het ook heel erg interessant zijn. Er komen leuke theorieën voorbij. Het is echt mijn visie op bepaalde dingen over het karpenvissen. Ja, iedereen heeft natuurlijk zijn eigen mening over bepaalde dingen. Maar er zijn gewoon genoeg dingen die ik gewoon heel graag wil delen met de rest van de karpenvissers. En het boek is vooral bedoeld om mensen te inspireren en om je tot denken aan te zetten. Want ja, iedereen heeft, zoals ik al zei, een eigen theorie over bepaalde dingen binnen het karpenvissen. En door dit e-book wil ik vooral de lezer inspireren om over bepaalde dingen goed na te gaan denken, waardoor je gewoon simpelweg meer vis gaat vangen. Dus deze tips zijn ook echt bedoeld om gewoon meer uit je sessies te halen, meer vis te vangen en effectiever met je vistijd om te gaan. Dit boek is trouwens geen fysiek product, maar gewoon echt een e-book. Dus als je hebt besteld, dan krijg je hem niet thuis gestuurd, dat je hem echt kan doorbladeren. Nee, na de aanbetaling word je gewoon doorgestuurd via een linkje of hoe dat ook precies gaat, ik weet het nog niet precies. Maar dan kan je dat boek gewoon gaan bekijken op je laptop, tablet, mobiel of computer, maakt helemaal niet uit. Dus dat is super handig. Ik kan natuurlijk niet wachten om dit boek te publiceren voor jullie. Ik heb er heel veel zin in. Ik denk dat het nog maximaal 1 à 2 maanden duurt voordat de hele website online staat en dat alles besteld kan worden. Voor de rest weet ik nog niet precies wat ik met de website ga doen. Ik wilde wel regelmatig een leuke update voor jullie opzetten waar ik mee bezig ben. En gewoon dat jullie ook een reden hebben om naar die website te gaan. En af en toe ook wat tips voorbij zien komen in de artikelen die ik voor jullie ga schrijven. Ik heb er in ieder geval heel veel zin in om die website te gaan lanceren voor jullie. En ik hoop echt dat jullie hem allemaal gaan bezoeken en dat jullie er wat aan hebben. Want daar doe ik het natuurlijk voor. Ik ben er echt al jaren mee bezig. Dus ik kan niet wachten tot die online staat. Ik ga nu in ieder geval weer alle hengels opnieuw doen. Want ik wil gewoon rechtstreeks op het lood kunnen vissen en niet met allemaal drijf afval aan de lijn. Want daardoor krijg je eigenlijk gewoon zoveel druk op de lijn dat je heel veel lawaai onder water krijgt. Want die vissen die horen dat gewoon heel erg goed. Helemaal met stroming in het water. Ik wil die vissen dus niet wat argwaan bezorgen. Dus ik ga weer aan de slag en hopelijk kan ik snel een visje voor jullie vangen. Ik heb echt vangdrang, jongens. Ik heb het zelden zo erg gehad.
Yes, jongens. Oh, die hangt. Hoppakee. Het is net donker. Keiharde fluiter. De vis beweegt heel traag. Ik hoop dat ik zo scherp ben. Ik ben in mijn eentje en ik moet filmen vanaf het statief. Ik heb de camera nu op de automatische stand. Dus ik weet niet of hij hem goed heeft scherp gesteld met al dit riet. Ik vis vaak overdag met de hinge stiffrig. Op dit soort plekken. Alleen ik heb toch nog vlak voor donker een single boilie eraan gehangen op deze hengel. Mijn plan is dan om morgenochtend bij het eerste licht weer een hinge stiff eraan te doen. Maar ik ben heel blij dat ik ben overgeschakeld naar een single boilie. De nieuwe bol, de smoked fish, ziet er super goed uit. Ik ga snel een stuk naar voren lopen. Kijken of ik hem zuidelijk kan scheppen. Het is toch moeilijk scheppen hier in die ondiepte. Maar hij zit erin, jongens. Oh, wat fantastisch. Geweldig. Oh, het is ook een dikke vis. Oh, wat lekker zeg. Ik kan niet beschrijven hoe blij ik ben, jongens. Het voer heeft gewerkt. En het ziet eruit als een goede dertiger. Zo, sorry voor de slechte kwaliteit, jongens. Ik was in mijn eentje. Maar de vis zit hier veilig in het net. Fantastisch. En mijn maat komt er net aanlopen. Die kwam even chillen. Dus die kan mooi helpen met filmen. Oh, wat ben ik blij, jongens. Yes. Kijk eens, jongens. Wat een prachtige bak. Echt bizar. Hij is echt heel zwaar. Hij heeft een enorme pens. Hij is ook lang. De breedte van die vis valt wel mee. Maar hij is vooral gewoon mega dik. Wat een brute schub, jongens. Echt. Oh, ik kan het niet geloven. Heerlijk. Oh, die nieuwe boy doet het ook echt overal. Nou, ik ga snel een paar platen schieten. Het is nog vroeg in de avond. En snel weer de hengel op zijn plek leggen. Op de ondiepte. Dus die moet snel weer terug. Hopen dat ik er nog eentje, of ja, waarschijnlijk nog wel een paar, erbij kan gaan vangen vannacht. Geweldig. Wat een geslaagde sessie nu al. Wat een karaktervis. Top. Zo, lekker filmpje aan het kijken. Alles ligt er klaar voor. Cameraatje ligt klaar. Ik hoop dat ik vannacht een paar mooie drillshots kan maken, mocht ik een vis haken. Het is toch niet helemaal gelukt met die vis die ik net ving. Maar ja, het is niet anders. Ik ga in ieder geval lekker achterover liggen, filmpje kijken, even lekker lui doen. En hopelijk word ik snel gestoord door een visje. Ik verwacht er zeker nog wel eentje bij te vangen vannacht. En anders wel morgenochtend. Allemaal in ieder geval een hele fijne avond gewenst. En hopelijk tot snel aan de waterkant met een kromme hengel. Nou, ik zet hem even op pauze. Ik loop keihard te chillen in mijn stretcher. Even een update. Ik heb net een vis verspeeld onder de hengeltop. Ik baal echt mega erg. Was sowieso een karper. Dus dat is wel echt heel erg vervelend. Het was ook een goede vis volgens mij. Ik heb hem niet gezien. Wel even staan drillen. En vlak onder de hengeltop kwam de haak vrij. Dus echt balen. Ondertussen haakte ik ook nog een andere vis op mijn rechterhengel op de ondiepte. Nou, die heb ik net afgedrild. Dat was gewoon een hele grote winde. Nou, ik wist eigenlijk meteen omdat het geen karper was. En gaf het ook zomaar een paar piepen. Maar ja, wel weer redelijk wat actie op de stek. Ik ga in ieder geval gewoon weer de film aanzetten. Want het is behoorlijk spannend. Ik hoop in ieder geval dat er nog een hengel afloopt vannacht. Denk het wel. Zo, jullie zien hier een klein schubje. Nou, die weegt nog geen 3 kilo, dus die ga ik meteen onthaken en weer terugzetten. Deze komt sowieso uit natuurlijke voortplanting, wat natuurlijk super gaaf is. Hij is denk ik 2 of 3 zomers oud. Heel mooi, vitaal, sterk visje, mooie knik achter de kop. En dat gewoon van de natuurlijke pij. Nou, weer op de ondiepte. Eigenlijk de 5e aanbeet tot nu toe. Ik heb een aantal windes en brasems gevangen. En dit is de 3e karperen. 1 karper is verspeeld. En dit is de 2e karper die hangt. Nou ja, ik ga hem snel terugzetten, jongens. Wat bijvoeren. En dan leg ik de hengel weer op de plek. Het is 12 uur 's nachts geweest. De film is afgelopen. Hopelijk kan ik er vannacht nog een mooie bij vangen. Oké, hoe ga ik dit aan jullie vertellen zonder dat ik helemaal uit mijn dak ga? Ten eerste, sorry, ik heb de drill niet kunnen filmen, maar ik heb iets in mijn net zitten, jongens. Echt, het is wat een droomsessie. Ik heb er gewoon geen woorden voor. Er zit zo'n ongelooflijk zieke rijenkarper in het net. Echt een perfecte rijen. En volgens mij is het ook een oude vis. Volgens mij geen uitzetter van de afgelopen recente jaren. Het ziet eruit als een oudje. Echt een brute spiegel. Ja, deze ga ik sowieso even zakken, want die wil ik graag aan jullie in het ochtendlicht laten zien. Deze ga ik dus even veilig weghangen.
Misschien vang ik er nog eentje bij. Dan laat ik die sowieso al aan jullie zien. Maar deze wil ik gewoon echt heel graag in het ochtendlicht laten zien. Het is gelukkig al vrij laat in de nacht. Dus zakken kan gelukkig geen kwaad. Liever doe ik dat natuurlijk niet. Maar dit is echt een parel. Bizar. Mega blij mee. Zo, ik heb het visje weggehangen. Ik loop weer terug naar de hengel. Ik heb hier een stukje lood in mijn handen. En weer de onderlijn met een nieuwe smoked fish body eraan. Die vis heeft mijn loodje kwijtgespeeld. Op zich ook niet heel gek. Ik viste met 175 gram lood. En ik had de teelrubber niet heel ver over de loodklip heen zitten. Omdat ik toch wel wil dat hij het lood verliest als hij zich vastzwemt. Dus ja, een nieuw loodje pakken. En dan kan hij weer op zijn plek. De volgende shot is vast weer een kromme hengel. Gaat super dit, jongens. Echt geweldig. Oké, dan. Het is een beetje aan het schemeren buiten. En de hengel staat weer krom. Heel krom zelfs. Voelt heel goed. Dit voelt echt als een hele goede, trage vis. Ik krijg hele lome klappen op de top. De vis maakt veel gebruik van de stroming. Hij ligt midden in de vaargeul in de stroming te bonken. Ik leg zelf de camera weg en dan ga ik hem proberen te scheppen. Misschien is dit mijn enige kans. Nou, echt. Ik heb er gewoon geen woorden voor, jongens. Het voelde al goed aan, maar dat dit nu in het net ligt, echt bizar. Er ligt zo'n ongelooflijk grote schub weer in het net. Gewoon minimaal weer een 30er. Het is over een half uurtje licht, dus ik ga deze ook even snel weghangen. En dan ga ik hem ook in volle glorie aan jullie laten zien. Nou, jullie zien het bolletje uit de bek hangen. Hij heeft ervan genoten, zo te zien. Wat een vis, hé. Oh, en lang is die. Niet normaal. Oeh, ik zat helemaal te trillen. Het is best wel koud buiten. Heb je altijd als je in zo'n warme slaapzak komt. Het is nu denk ik een graad of 2-3. Maar ja, ik mag niet klagen. Wat een sessie. Geweldig. Snel er helemaal weer terug, jongens. Goedemorgen allemaal. Ja, hier ligt de vis op de mat. Ik begin met de oudbestand rijenkarper. Ja, ik wist al wel een aantal jaren dat hij er zon, maar dat hij vannacht lang zou komen had ik echt niet durven hopen gewoon. Schitterende vis, hij is nog een beetje druk. Hij heeft natuurlijk flink bij kunnen komen. Maar kijk eens hoe mooi. Bruut, hè? Ongelooflijk mooi schub op het lichaam. Echt heel bruut. De andere kant is eigenlijk nog mooier. Daar zit bijna een dubbele rijen. Ik zal hem even omdraaien. En dus de andere kant, bijna een dubbele rijen. Ja, hij heeft er nog flink zin in. Die mankeert niks. Deze komen ook weer op de linkerhengel in de volle stroming. Kijk eens hoe bruut. Echt geweldig. Nou, ik laat hem snel bij zwemmen. Ik ga de andere vis erbij pakken. De enorme schubkarper. Want die is echt mega gaaf. Deze gaat snel bij zwemmen. Yes. Zo, ik heb de fotosessie gehad. Ja, het is echt een bizar grote karper. Echt gewoon een bizar grote schub. Julian zit nu achter de camera. Hij kwam even assisteren met filmen en fotograferen. Het gewicht ga ik achterwege laten. Want dat gaat weer ongetwijfeld voor een hoop commentaar zorgen. Dus jullie mogen gokken in de comments hoe zwaar deze is. Maar het is een ongelofelijke bak. Oh, kijk eens. Wat een vis, hè. Echt niet normaal. Een oude vis. Moddervet. Loodzwaar. Oh, super dit. Wat een bak. Ja, ik ga hierna meteen nog een paar sessies vissen en daar ook weer video's van maken. Het worden losse video's. Want de vissen die zwemmen hier nog maar ja, een korte tijd. En daarna zijn ze allemaal weg.
Ik weet gewoon toevallig precies waar die vissen zich ophouden op dit stuwvak per periode. Dus daar kan ik heel mooi op inspelen. Dus ja, voor alle mensen die nu het stekje herkennen en die er willen gaan zitten, ja, sorry mensen. Maar de vis zit er niet meer zodra de video online is. Maar ja, ik ben hier echt mega blij mee. Wat een bak. Oh, fantastisch, hij wordt echt zwaar. Kijk eens hoe bruut. Oh. Ik ga hem weer laten zwemmen, mensen. Yes, ja. Yes, yes. Hij mag weer zwemmen. Een bizarre vis. Echt niet normaal. Even kijken of ik erbij kom. Kijk eens hoe breed. Echt te ziek voor woorden gewoon. Wat een vis. En dik. Ik ga hem snel weer laten gaan. Bedankt, jongen. Voor een geweldige sessie. Daar gaat hij. Wat een buffel. Mooi man. Kijkers, de sessie zit erop. Alle spullen zijn vies, zit onder de modder, het is allemaal nat. Oftewel alle ingrediënten voor een super geslaagde sessie. Ja, ik heb mega erg genoten. Ik hoop ook echt dat jullie hebben genoten van de video. Er zijn fantastisch mooie vissen voorbij gekomen. Ik ben enorm dankbaar dat ik deze vissen heb mogen vangen, want ja, dit is gewoon echt uniek. Geweldig gewoon. Vergeet dus in het voorjaar zeker niet om verspreid te voeren. Dat kan echt zijn vruchten afwerpen. Ja, ik ga snel weer terug naar deze stek. Ik blijf gewoon lekker aanvoeren en dan ga ik weer een video voor jullie filmen. Oftewel een nachtje vissen. En dan ga ik andere tips geven en dan ga ik jullie wat meer vertellen over de trekroutes van de vis. En de plekken waar je je rig neerlegt. Want dat is heel erg belangrijk. Ik zie te veel mensen die gewoon klakkeloos voer erin gooien. En dan maar gewoon op een bepaalde diepte gaan vissen. Zonder er echt bij na te denken. Want juist als je echt je stekker goed in kaart brengt, kan je gewoon veel meer vis vangen. Bij deze wil ik jullie allemaal bedanken voor het kijken naar deze video. Doe zeker weten een blauw duimpje omhoog als je de video leuk vond. Laat een reactie achter als je dat wilt. En abonneer op mijn YouTube kanaal, dat is helemaal gratis. En dan zou ik zeggen, tot de volgende video. Later mensen.